Welkom, leuk dat je weer kijkt naar de NEC-update. Ja, we zijn van de nul af. 3 punten zijn er behaald. Vraag niet hoe. Tegen PEC Zwolle. In de 87e minuut wist Robert González daar te scoren. In een wedstrijd dat ook een teken stond, hè, van de herdenking van Roy Meijers. Kijk, iedereen stond op. Een staande ovatie, applaus, herdenking. Hij overleed onlangs en was een van de oprichters van de Eastside. Applaus voor hem. En ook Bart van Rooij werd gehuldigd. Want ja, die gaat naar Twente. Hij werd uitgezwaaid nog eventjes in de Goffert. Bedankt natuurlijk voor zijn dienst hier. Man van de club. Mooi dat hij die stap kan maken. Maar weer even terug naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Ja, met de hakken over de sloot? Nou, dat viel er wel mee, denk ik. In de eindfase. Maar wel eentje die zwaar bevocht is. Zo kun je het zeker zeggen. Ja, want het ging wel erg moeizaam weer. Nou, dat weer vind ik een beetje vervelend, moet ik eerlijk zeggen. Zeker als je kijkt waar we tegen gespeeld hebben. Ik denk dat we vandaag geen goede wedstrijd hebben afgeleverd. Maar ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om te winnen. En dat heb je denk ik de tweede helft ook zelf afgedwongen. Want je dwingt zelf een rode kaart af met 2 individuele acties. En uiteindelijk ook de goal. En dat het beter moet, zeker. Hè? En daar zullen we ook vertrouwen voor nodig hebben. Dat is duidelijk. En nou, daar gaan we aan de slag. Soms hoeft een wedstrijd misschien niet mooi te zijn, hoeft het niet goed te zijn en zijn die 3 punten belangrijk? Ja, dat zeg je precies helemaal juist. Het was vandaag niet mooi, het was niet goed. Dan wint is wel echt belangrijk hoor, want je wilt thuis. Kijk, ik snap dat heel veel mensen verwachten dat je deze zomer wint, maar dat is niet zo. En er komt ook wat meer druk bij kijken natuurlijk, omdat je de eerste 2 wedstrijden verliest. Mensen verwachten gewoon heel veel van ons. Dus ja, wat jij zegt, dan is het soms wel echt lekker ook als je die slechte wedstrijden wint. Ik dacht, begin, jullie begonnen nogal wel fijn. Ik denk, hey, er zit gelijk tempo in. En toen viel het eigenlijk al na 5 minuten een beetje stil. Waar lag het aan? Nou, ik denk dat dat lag omdat zij er op een gegeven moment voetballend een paar keer uitkwamen. En dan wil je voorruimen, dan moet je achteruit. En dan worden die ruimtes wat groter. En ik denk dat dat een beetje het verschil was. Kijk, als je goed druk zet en je kan druk op de bal houden en ze komen er niet uit, dan heb je gelijk druk op de tegenstander en gelijk druk op hun helft. En dan kan je van daaruit kan je wat gevaarlijker worden. Alleen dat gebeurde vandaag. In de eerste helft vond ik dat niet goed. Tweede helft beter. Maar in de eerste helft niet goed. En daardoor denk ik dat, dat we wat soms achteruit gingen, denk ik. Ja, op een gegeven moment wisselde hij ook. Hè, zet hij Sano ook wel terug. Waardoor hij ook weer makkelijker dus iemand die een bal kan geven. Hè. Ja. En toen lukte het voetbal ook, hè? Ja, zeker. En het heeft ook te maken met... Heeft ook te maken met Sontje natuurlijk brengen. Hè, aan de zijkant die iemand kan uitspelen, worden de ruimtes net iets groter. En ik wilde ook wat meer dynamiek in het middenveld. Ja, dus, ja, en je ziet dan Kodai dat hij dat goed invult. Ik kreeg ook weer wat vertrouwen aan de bal, vond ik. En dat zijn kleine plusjes buiten de grote plus van vandaag. Ja, waarom de keuze gemaakt om niet met Sontje Hansen te beginnen? Ja, dat houdt hij gewoon niet vol. Hij is niet klaar om 90 minuten te spelen. Ik denk dat hij nu... ik moet het even goed zeggen, ik denk een half uur, 35 minuten heeft gespeeld. Ja, was kapot. En hij heeft gewoon de hele voorbereiding niet mee kunnen doen. Ja, jullie hebben eigenlijk die rode kaart bij PEC nodig om eigenlijk de wedstrijd onder controle te krijgen. Ja, denk ik ook. Daar moet je geluk mee hebben. Ik denk dat het ons wel heel geholpen heeft. Maar ja, wat jij zegt, soms moet je lelijke wedstrijden ook winnen. En die moeten we ook winnen en die hebben we gewonnen. Dus dat is dan het belangrijkste. Ja, hij werd uitgezwaaid in de Goffert. Nog een keer voor de camera, Bart van Rooij. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Voor de laatste keer bij RN7. Leuk. Neem even mee die laatste week. Want ik kan me ook even voorstellen, heb je slapeloze nachten gehad? Of zo'n transfer dan wel of niet doorgaat? Ja, wel. Ik heb 2 nachts denk ik wat minder over geslapen. Het is wel een lange onderhandeling geweest. Ik denk dat het wel echt een maand heeft geduurd onderhand. Voordat het helemaal rond was. Dus dat is wel gewoon ontzettend lang. Ik heb ook een aantal keer gedacht dat het van de baan was, dat er niks meer zou komen. En uiteindelijk zijn de clubs toch heel snel uiteindelijk bij elkaar gekomen. Het is echt een 3 dagen tijd van niks naar alles gegaan. En nu Twente speler. Ja, moet ook wel een beetje raar zijn, toch of niet? Ja, het is toch wel bijzonder hoor. Toch als je dan vandaag naar de Goffert rijdt, voor de laatste keer zo voor zo'n wedstrijd even het stadion in loopt, hier nog een keer om je heen kijkt. Prachtig om zo'n afscheid te krijgen. Ik ben de club ook dankbaar voor dat ik dat allemaal heb kunnen krijgen zo snel op de korte termijn. En als je kijkt naar de timing, dat Twente vrij is het weekend, NC speelt thuis, ze winnen, de regen stopt met regenen in de rust.
Dus het lijkt net of alle puzzelstukjes op de goede plek vallen op dit moment. Wat heb je net nog gezegd in de kleedkamer? Ik heb niks gesproken. Ik heb de jongens gewoon allemaal een knuffel gegeven, ondanks dat het heel hard heeft geregend. Ondanks dat ze hebben gezweet. Maar gewoon iedereen is blij voor me. En Lasse maakte nog een grapje toen ik voor de wedstrijd zijn succes wenste. Bart, heel veel succes bij Twente. Yes, dankjewel Maurice. Dankjewel. Ik moet zeggen dat ik de interviews met jou zijn ook altijd leuk geweest. Je hebt leuke items gemaakt en jij ook bedankt. Goed, terwijl het weer Vijverstelen begint te regenen hier in de Goffert, gaan we afsluiten. Maandag zijn we er weer met een nieuwe podcast. Dan gaan we natuurlijk nog meer praten, napraten over deze wedstrijd. Er zijn meer beelden. Leuk interview met Bart van Rooij, wat ik heb gedaan. Dat vind je allemaal terug op de socials, op X, op Instagram en natuurlijk ook op mijn TikTok. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe NEC-update. Graag tot dan.